Ja, de Bundesliga is van start gegaan vrijdag. En het was meteen Bayern München natuurlijk de grote favoriet tegen de Europa League winnaar van vorig seizoen, Eintracht Frankfurt. En Sully, Eintracht Frankfurt werd gekleineerd de eerste helft. Het stond 5-0, het had wel 10-0 kunnen staan. Nou ja, draai een hele voorbereiding. Speel natuurlijk woensdagavond tegen Real Madrid. Ze hebben er zin in. En op vrijdagavond speel je dan seizoensopener tegen Bayern München. En dan is het eerste half uur, dan weet je niet wat je overkomt. Je denkt dat je op vakantie gaat naar zonnig land en het regent, weet je wel. En nee, dit is toch niet het niveau van Bayern München. En ja, Bayern München was ongelooflijk. Het eerste half uur waren ze ongelooflijk. Niet omdat ze heel goed voetbalden, maar de intensiteit waar het bij Liverpool vaak over gaat. Maar de dynamieke intensiteit. En het komt bij Bayern München nu van links, alle kanten, van rechts. De druk die ze naar voren geven, die is best wel heftig. Als je daar niet goed op voorbereid bent. En daar waren ze natuurlijk bij Frankfurt niet op voorbereid. Want Bayern München met Lewandowski en zonder Lewandowski. Dit was de eerste aflevering daarvan. Ja. Dus de eerste keer dat ze echt op competitief niveau in de competitie vol gas geven. En het eerste half uur. Ik zat rustig te kijken en ik zat ook even, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Waar moet dit nou zo heftig, weet je wel? Met Kimmich daar op het middenveld, die waanzinnige wedstrijd speelde. Ja. En Musiala, die... Ik vond de beste man van het veld. Ja, dat was de beste man op het veld. Maar je hebt natuurlijk Mané, die en loopvermogen heeft en scorend vermogen. En iemand die kijkt waar zijn ploegnoten staan. Dat viel me ook op, dat ze elkaar de bal gunnen. Ja. En het was toch voorheen Lewandowski die gevoed moest worden. En dat is, dus het is nu veel minder Lewandowski voeden, dus minder voorzetten, maar heel veel beweging. En daar moet je als tegenstander nu op instellen. Het was toch, als je centrale verdediger was van Keulen of Dortmund, en je had die wedstrijd tegen Bayern München, weet je, ik moet Lewandowski dekken. Ja. Maar nu is Lewandowski er niet, dus je staat niks te dekken. En ondertussen komen er 4 man op je af. En dat is vervelend. Ja, heel vervelend. Zit je haar goed trouwens of niet? Oh, weet ik niet. Ja, een beetje out of bed look. Ja, prima. Dat maakt niet uit. Daar gaat het niet om. Maar nee. Musiala waren we al fan van. Dit keer wederom gewoon eigenlijk de grote uitblinker. Kimmich natuurlijk geweldig, altijd geweldig. Kijk, Musiala was 18 en die is nu 20. En tussendoor is hij 19 geweest. Oh, mooie analyse. Nee, maar ik wil iets mee aangeven. Dat Nagelsmann is nu voor het tweede jaar trainer van Bayern München. En die heeft Musiala afgelopen jaar getriggerd. Op een bepaalde manier. Om hem, hij noemt het zelf, betrouwbaarder te maken. Maar ook in ieder geval om hem het balspel, zeg maar, zonder bal. Dus als Bayern München de bal even niet heeft of kwijt is, om dan Musiala aan te zetten. Want met de bal, weet je wel, als hij de bal krijgt, dan gebeuren er mooie dingen. Want wat je ziet. Hij is een geweldige voetballer. Die van nature een instinct heeft, dat net als Pedri. Ja. Voetbal hoef je hem niet te leren. Maar waar hij moet gaan lopen, staan en hoe de ploeg druk moet zetten, dat kan je hem nog wel leren. En Müller is wel lekker. Dat had Müller bij hem in de buurt en die begint meteen te schreeuwen als hij druk moet gaan zetten. En ja, daar heeft hij zich enorme stappen in gemaakt, enorm in ontwikkeld. Dus je krijgt nu een voetballer die straks helemaal klaar is voor de top. En hij speelt bij de top en dan wordt steeds beter. Ja. Dus dat is wat we zien. We zien een jonge jongen die ongelooflijk goed kan voetballen. Dat was een jaar geleden al bekend, want twee nationale ploegen die hebben erom gestreden. En die beter aan het worden is. Je ziet een hele goede voetbal die beter wordt. En dat is wel leuk om te zien. Zeker, maar wat zegt dit dat dit Bayern al van Europa League winnaar Frankfurt uit met 6-1 wint? Ja, nou dat ze heel veel doelpunten gaan maken. En dat is ook wat Nagelsmann wil. Die wil spektakel hebben. Die wil dat het bruist, dat er energie in zit. En dat was afgelopen jaar de strijd met Lewandowski. Dat was natuurlijk een strijd achter de schermen. Ja. Lewandowski heeft niet zomaar in april, mei het besluit genomen, ik ga hier weg. Die wilde dat het meer over hem ging. En dat begrijp ik op zijn leeftijd wel met de status die hij heeft. Want het gaat nu bij Lewandowski echt om Lewandowski. En dat is wel een enorm verschil met Bayern München. Hij is nu uit de Duitse competitie gestapt. Het echt grote podium op, want het La Liga. En als we tegen Unam spelen uit Mexico. Pumas, ja. Er zitten 90.000 toeristen. Die zitten heerlijk te klappen bij elke hakbal die hij geeft. Weet je wel? Het is één grote show, zoals Pedri ook zei. Lewandowski is een show. Nou, dat was voorheen een doelpunt te maken en nu is de show. Ja. Het is een verschil nu al. Maar om terug te komen bij München. Mané is geen show. Mané is een teamspeler. Ja, maar niet een beetje een teamspeler. Ja, maar kijk, Müller is dat natuurlijk ook. Ook. Echt niet normaal. En Kimmich ook. Ja. Ja. Dus dat kan. En dan heb je ook nog Gnabry en Coman. En er komen er nog een paar spelers bij. En dit was nog niet eens de beste versie, denk ik, van het Nagelsmann voetbal. Nee, dat denk ik ook niet. Maar in deze versie stonden wederom geen De Ligt, geen Mazraoui. Nee.
Nou, wat wel interessant. En geen Gavenberg. Gavenberg kreeg wel al redelijk wat minuten. Ja, daar kom ik zo op. Sabitzer. Die wil je waarschijnlijk. Maar ik kwam Bas tegen bij de ZSM-locatie. Bas Dost? Nee, Bas van der Hoven. Dat was een grapje. Ja? Ja. Nou, Bas, lange Bas is wat groter dan kleine Bas. Klopt. Maar ik kwam kleine Bas. Kleine tegen. Bas? Ik heb kleine Bas tegen. Klerenkast Bas, ja. En die zei wat hij wel interessant vond. En dat vond ik dan weer interessant dat hij dat interessant vond. Dat Nagelsman gewoon in interviews zegt, ja, ik ben ook maar een man van 34, 35. Ik leer. Ik heb afgelopen seizoen dacht ik dat deze topspelers op deze manier te bereiken waren. Maar misschien heb ik dat fout aangepakt en lag het ook een klein beetje aan mij. En dat is wat Thomas Müller en Kimmich en dat soort spelers wel kunnen waarderen. Tuurlijk. Dat er een man zit die niet erbovenop zit en zegt, jij moet dit zo doen. Nee, ik mag ook fouten. We hebben het natuurlijk vaak over Liverpool City gehad, maar Bayern München in deze vorm, wat ze nu lieten zien, is wel een tegenstander die niet graag wil tegenkomen in de Champions League. Kijk, Barcelona heeft nu show tegen die Mexicanen. Goedan Poenam. Maar als zij straks tweede speelronde Champions League gekoppeld zijn aan Bayern München en Bayern München gaat even het eerste half uur met intensiteit voetballen, dan wil ik het nog wel zien. Ja. Zo goed vond ik ze. Zeker, dan even de Nederlanders. Ja, de Nederlanders. Ja. Gavenberg viel in voor Sabitzer. Goretzka is natuurlijk nog geblesseerd. Ja, heb ik wat over gezegd? Hè? Ja, je had gezegd, hij gaat amper spelen komend half jaar. Wil jij mij graag in de mond leggen? Helemaal niet. Maar ik was verrast dat hij... Nou, hij viel in natuurlijk. En hij viel best vroeg in ook nog. Hè, dus 67 minuten. Hij kreeg redelijk wat minuten. En je ziet wel aan zijn blik. Serieus. Ik ben hier wel om er iets van voetbal te maken. En ik vond hem een prima indruk maken. Fysiek. Geconcentreerd. Aan de bal heeft hij natuurlijk kwaliteiten. En ik vond hem een prima indruk maken. En ik denk dat voor Nagelsman is het natuurlijk ook de voorbereiding en zo'n eerste wedstrijd. En zeker bij zo'n stand. Een prima test om te kijken of Gravenberg betrouwbaar is. Zoals Musiala natuurlijk ook afgelopen seizoen vaak ook afgehaald is. Of een bepaalde opdracht heeft meegekregen. En de afloop kreeg te horen van ja, dat deed je niet goed. Dit deed je niet goed. En voor Gravenberg is het één enorm leerjaar. En het is wel prettig dat je ook leerminuten krijgt. Niet alleen op het trainingsveld, maar ook in de wedstrijd tegen Frankfurt. Dus dat is wel positief. Dat is een goede ontwikkeling. Ja, goed. Als ze 5-0 voorkomen met rust, dan kan je natuurlijk als trainer iedereen erin knallen. Zelfs Matthijs Ligt en Mazraoui. Nee, dat is... Ja, maar Mazraoui, Pavard is nog wel een concurrent voor Mazraoui. Scoort weer. En die speelt ook een goede eerste helft. Mm-hmm. Pavard, en die is natuurlijk al een jaar Nagelsman gewend. Die weet precies wat er van hem verwacht wordt en verlangd wordt. En dat is natuurlijk een prima rechtsback. Is wereldkampioen geworden. En voor Mazraoui is dat natuurlijk een geduchte klap, maar daar wordt Mazraoui denk ik alleen maar beter van, want je moet battelen met een Frans international, met Pavard, en dat is alleen maar goed voor hem. Ja, De Ligt ook eigenlijk, een soort van. Ik denk dat De Ligt gewoon nu de komende tijd wordt klaargestoomd om basisspeler te worden, en de Champions League begint natuurlijk vroeg, hè, begin september al, en ik denk dat dan tegen die tijd dat De Ligt fysiek 100% is. En basisspeler. En wat ik bij De Ligt zag, plezier. Hmm. Hij viel natuurlijk ook in, hè? De Ligt, ja. Hij mocht nog even meedoen. En je zag hem direct 80 meter voorchecken op de helft van de tegenstander. Want dat is wat Bayern München nu. Bayern München is een totaal andere manier van voetballen dan Juventus. En dat zie je bij Matthijs Ligt aan zijn lichaamstaal. Ja. Ik mag voetballen. Ik mag doen waar ik goed in ben. En dan zie je hem dus een bal veroveren op het 16 meter gebied van de tegenstander. Want daar kwam hij ongeveer uit. Zeker. Je wilt kort houden, hè? Zeker. De Ligt. Top. Julie, dankjewel. Jongens, jullie ook bedankt voor het kijken. Oh.